Ik weet, jij kijkt nu op me. Ik zal het zo zetten. Hè? Dan zie je hem goed staan. Oei. Zo. Ja, waarom ik het Big Brother avontuur zou moeten of willen winnen, is omdat ik 20 jaar geleden al grote fan was van het programma. En dat was mijn ultieme droom. Dus 20 jaar later mag ik hier staan. Ik ben de vader van Rudy. Dus ondertussen is hij al een superster geworden. En we zien hier een foto van mezelf en de ster van het huis. Ik ben een hele grote André Hazes fan. Dus het is voor mij een hele grote eer om hier naast de tempel van André Hazes te mogen wonen. En na het WK Petanque en het schilderij en de cupcake zou het heel mooi zijn om hier dan toch de Big Brother beker bij te zetten op mijn kast. Ik ben altijd mezelf geweest in het huis. Ik heb echt wel mijn steentje bijgedragen bij de groepsfeer, bij het huishouden en ook bij de opdrachten. Dus moest er iemand van jullie winnen, verwacht ik wel dat jullie mij trakteert op een sushietje. En ik ben slechts één keer genomineerd geweest, dus het is heel duidelijk dat ik de favoriete medebewoner was van allemaal. Wow. Oei, nog echt optioneel. Je moet heel rap zijn. Wat zou ik heel graag doen met het geld? Dat is zeker een deel schenken aan Kom op tegen kanker, omdat dat voor mij een heel belangrijk onderwerp is in mijn leven. En ik zou heel graag ambassadeur worden van twee organisaties. Eén, een organisatie die tegen armoede is, tegen armoede vecht in België en Nederland. En één die er is voor ouders die hun kindje verloren zijn, want dat was voor mij een heel moeilijk gegeven in mijn leven. En dan zou ik heel graag investeren in mijn grote droom, dat is een themarestaurant. En daarbovenop ook nog een programma maken met minder validen. Dus waarom zou ik willen winnen? Om die dromen toch proberen waar te maken. En ik wil een oproep doen. Wil je hier in mijn schoenen staan? Twijfel niet om je in te schrijven, want ik heb hier de mooiste ervaring van mijn leven meegemaakt met alle positieve en negatieve punten. Dus dank je wel aan Big Brother, alle kijkers en zeker aan mijn supporters, want zonder jullie was ik hier niet meer geweest. Dat was gewoon echt precies op dat.